Hey, Tim de Vries. Hey, jij ook hier. Wat ben je aan het doen? Jouw vraag aan het beantwoorden en ik ben bezig met de website aan het bijwerken. De website? De website van RTV-Slos, www.rtvslos.nl. Ja, want we zijn in het glazen dorpshuis in Steenwijk en Volt. Zeker. Ja, dat klopt. Ja, dat... En wat ben je dan? Wat ben je allemaal op de website aan het zetten? Nou kijk, we hadden net natuurlijk de spectaculaire opening met de vrouwenwethouders. Nou ja, er zijn heel veel fotootjes van gemaakt. Dat kun je misschien, als we dat een beetje mooi regelen, kun je dat goed zien. Bijvoorbeeld een hele mooie fotogalerij. En nou ja, deze dagen ben ik ook verantwoordelijk voor de nieuwsgaring. Zoals dat dan in journalistieke termen heet. Ja, dus daar ben ik dan maar bezig. Nou lekker, vooral doorgaan. Dat gaan we doen. Zullen we het gewoon publiceren? Is dat leuk? Ah, laten we doen. Wacht even, zoom ik weer even in, want ik ben echt met twee dingen tegelijk bezig. Hij kan namelijk online. Eens even kijken, dus dat knopje dan, hè? Dat knopje. Publiceren. Seren. Publiceren. Nou. Even laden. We kunnen ook collecteren voor betere wifi. Is dit je eigen wifi? Of, Nee, dat is de wifi van Hoogtuin, maar die zal natuurlijk flink bezet zijn. Dus het kan even duren. Laten we er maar van uitgaan dat dit binnen nu enkele ogenblikken gepubliceerd wordt, Tim. Ja, dat komt heel goed. Dan gaan wij gewoon weer lekker verder, denk ik. Hè? Ja, dankjewel. Dit is terug te lezen op rtvslos.nl de komende 3 dagen in het Glazen Dorpshuis.